Goedemorgen, het is woensdag en onze voortent, partytent, is vannacht in elkaar gestort. Het regende zo hard, dus dit is nu de aftermath. Vannacht om 4 uur hebben we dat ding, het zat vast aan onze tent, hebben we maar gewoon neergelegd en gewoon gelaten van nee, oké, hij ligt gewoon, we gingen dat niet vannacht doen. En nu gaan we in ieder geval opruimen, want vandaag gaat veel regenen. En dan kunnen we morgen of vanavond, wanneer het droog is, weer opzetten. Ik heb helemaal bedacht van oké, hoe zit het ding in elkaar. Ik heb er helemaal over gedroomd. Ik denk dat het wel moet lukken vanavond of morgen. Dat hij goed en vast in elkaar staat. Hallo, hallo. We zijn onderweg naar de grotten. Maar ik had gelezen dat mag niet filmen. Alleen op bepaalde plekken. Dus ik ga kijken of je dat kan doen. En daarna gaan we naar dit park. We moeten een beetje opschieten. Want we zijn denk ik net op tijd. De auto moet best wel ver staan. Dus we zijn nu aan het snel wandelen. Zoals je hoort. En het spet het al een beetje. Dus het is lekker. Oké, we zijn uit de grotten. Wat vond je net, liefie? Het was best wel leuk. Wel leuk. Er was op een gegeven moment een lichtshow ook, zoals ik heb gefilmd. Maar ja, het was heel leuk. Het duurde ook niet te lang. Het was ook niet per se super koud. Nu heb ik het echt bloedheet. En nu gaan we even wat eten. En dan gaan we daarna wandelen bij de beesten. We gaan toch wel ergens anders even eten, want het zag er toch niet zo lekker uit. En het is vet warm. Het zou vandaag de hele dag regenen. En nu is het mooi weer. We hadden net zo goed de partytent op kunnen zetten nu. Morgen gaat het waarschijnlijk dan regenen. En ja, het is warm. En we hebben ook geen zonnebril mee. En het is nu echt fel. Wat zeg je, schatje? Ik ga niet wachten op de vlogkamer. Ik ga gewoon even. Maar lekker eten, liefie. Wat heb je? Ik heb teelballen. Met gras dat ze bij doen. Uit de grot. Mos uit de grot. Heel lekker. Kijk dit even hoe goed dit eruit ziet. Ik ben blij met mijn keuze. Ik twijfel er nog. Lekker. We zijn aan het wandelen. Het is pittig warm. Maar goed. Niet lang is de pakezel. Oh shit. Het moet stil zijn. Oké. We gaan hier nu een bruggetje over. Kijk hoe leuk. Thank you.
halen. Het lijkt er wel op alsof het zo meteen gaat regenen, heel hard. We horen al een beetje onweer. Maar ja, het is niet erg voor onze regenjas weer aan. Het is natuurlijk niet koud. Het is wel betere temperatuur dan net, want toen was het echt vet warm. En nu valt het wel mee. En ja, die wolven was net echt vet cool. We liepen erheen en we zagen ze helemaal niet. En toen kwam gewoon een kudde. Oh, hoor je dat? En verder hebben we echt fucking dorst. We hebben nog zo'n klein beetje water in het flesje. Want we kwamen het toilet tegen, maar het was gewoon alleen het toilet. Zonder kraantje of iets. Het kraampje wat daar hoorde te staan met eten en drinken was dicht natuurlijk. Want het is geen hoogseizoen. Dus we hopen dat het strakjes, dat we straks een restaurantje tegenkomen. Ik denk dat we hier wel moeten. Ja. Ja, en volg steeds deze bordjes. En deze gids volg ik. Wat gaat er gebeuren? Berggeiten. Berggeiten, ik hoor ze. Maar ja, het is wel heel leuk, want het is echt heel groot. En we zien niet zo super veel dieren, maar dat is ook maar beter, want de dieren hebben dus echt vet veel plek om gewoon overal te zijn te rennen. We zien wel steeds een kudde herten voor ons uitrennen, want dan staan ze weer ergens stil en dan horen ze ons en dan rennen ze weer weg. Dus dat is wel heel cool. En nu gaat Milan over berggeiten. Ik hoorde het net wel, dacht ik. Ga je mensen het Frans praatje achterliepen? Nee. Nee. Ik ga het maar horen. Dat maar ja, het is heel cool. Je wil hier niet naar beneden vallen. Maar het ziet er cool uit. Hé, hey, een lampje. Misschien hebben ze daar drinken. Oké, okay, het regent dus heel erg nu. Kijk eens. Lilan is heel nat. Ik had een paraplu. Van de broek. Maar nu zitten we in het busje. We worden een stukje heen gebracht, want wat kon je doen? Je kon dit ook lopen, maar omdat het zo regende, dat we nou, dan gaan we gewoon in de bus zien. En dan moeten we straks nog een klein stukje lopen en dan worden we ook weer naar het dorp gebracht. We hebben weer een paard onder de rug, hè? Kunnen we er niet langs. Langzaam maar zeker. Ja. We gaan nu de trafiekwinkel in. We zagen deze winkel langs de snelweg en we dachten ja, we gaan even kijken. En het lijkt misschien een beetje op Decathlon, maar we willen ook nog naar de Decathlon zelf. Oh, ik weet niet waar het op lijkt, maar het is heel, heel veel. Kleding, het stinkt hier wel enorm. We zijn de winkel weer uit, het stelde niet zoveel voor. Het stonk ook echt enorm, ik vond het echt vies. Ja, sorry, ik had gewoon een beetje pijn in mijn buik. Echt vies. Nu lopen we hetzelfde terrein nog naar een ander deel. Wat dacht je dat het... Boodschappen. Gewoon boodschappen? Ja. Ik doe het hele verhaal af. Kijk, ik dacht je wel naar de Lidl, naar, bij die andere... Bij de Decathlon. En dan heb je een kastje bij. Ik heb gewoon even denk ik. Ja, je kan het wel gaan filmen, maar mijn internet is te langzaam. Het wordt een heel lang filmpje dan. Milan zegt dat Delhaize, dit bedrijf, van Albert Heijn is. Maar Milan lult 9 van de 10 keer, dus ik zeg gewoon, dat is niet zo. Kijk, en nu moet hij huilen. Ahold Delhaize. Maar ik zie helemaal geen Albert Heijn staan. Is Albert Heijn? Albert Heijn is toch van Ahold? En Ethos is van Ahold en Gallagher van Ahold. Staat je wel, schat. Je moet alleen het flapje op je voorhoofd even naar binnen. Nee, maar ik ben gewoon verrast. Hij past me gewoon. Hij is toch gewoon gaan. Hij staat je goed, joh. Deze kan je gewoon rokken. Blauw vliegen.
Ik ben er echt veel te dicht bij. Voordat ik even luister van als je het optrekt in de winkel. Ik zou puur al, gewoon omdat hij past, Bart, dan zou ik hem kopen. Het gaat niet eens om hoe het eruit ziet, maar het feit dat ik een hoed pas, ja. Ongelooflijk. Bedankt, meneer Bart. Decathlon. Nou, we zijn dus nu in Decathlon. Dit is wel zo'n winkel waar je echt heen moet als je op vakantie bent. We gaan eens kijken voor een nieuwe partner. Misschien een nieuw stoeltje. Oh nee, je hebt al een nieuw stoeltje. We gaan eens kijken voor een nieuwe partner van een betere. Ik weet niet zo goed of we het gaan doen hoor, maar misschien. Oké, we zijn terug op de camping. Fucking Barry in onze tent. Hier heeft hij gewoon gezeten, ik weet niet hoe lang. We gaan nu gelijk onze nieuwe soort van luifel die we hebben gekocht ophangen. We hebben goede hoop. Nou ja, we zeggen het niet te hard. We hebben niet zo'n hele goede hoop. Maar dit is het. Nou, dit moet wel kunnen, denk ik. Tasje. Ja, dus we gaan proberen. Weet je, nu is het nog redelijk droog. Hij is niet zo groot als de partytent, maar dat is fijn. De partytent zelf ligt hier. We hadden hem hier een beetje overheen gedaan, maar we waren hem vergeten vast te maken. Dus we gaan aan de slag. Nou, hier staat hij dan. Onze luifel. Het is niet super stabiel. En hij gaat alsnog water vangen, maar 's nachts doen we hem gewoon, halen we de haringen los en doen we hem gewoon tegen de tent aan. Dat hij geen water, zo'n zakje krijgt, net zoals met de partytent. Maar we kunnen nu in ieder geval droog zitten en we kunnen buiten koken. Oh, en daar gaat mijn batterij. Oké, we zijn helemaal regenproof geworden. We hebben het hier opgeruimd. De hele, ja, weet ik veel, dat zeil. Is helemaal netjes. Hij lag ook verkeerd. Daardoor hadden we daar bijna niks. Nu hebben we omgedraaid en is hij helemaal netjes. En schoon. En hier heb ik alvast de tafel gedekt. Oh shit, ik heb geen batterij meer. Ja, dat was ook zo. En Milan gaat nu lekker koken. Wat gaan we eten? Hamburger. Hamburgers. Lekker. Kijk ons nou lekker zitten. Aan het burgertje. In de tent. Alles is perfecto. Yummy. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag. Ik heb gisteren eigenlijk helemaal niet gevlogd, omdat we eigenlijk gisteren niks hadden gedaan. Ik heb nog geslapen in de middag. En verder was er weinig te beleven, ook slecht weer. We zijn wel naar een leuke supermarkt geweest, een hele grote. En vandaag gaan we naar Dinant, gaan we heen. En we hebben er zin in, mijn liefde. En we hebben vanochtend lekker ontbeten. We hebben met hamburgers ontbeten, want die moesten op. Heel lekker. En nu zijn we zijn er bijna klaar voor, toch, om te gaan. Ja. Wat wil jij nog doen? Poepen in de oude schoen. Nou, Milan gaat nog poepen in de oude schoen. Ik had vanochtend vet ruzie met mijn haar. Ik wilde dit helemaal zo strak naar achter, maar dit is niet helemaal gelukt zoals ik het wil. En verder is mijn haar gewoon opgedroogd, dus het krult. Ik heb niet kunnen feunen, want ik heb geen feun bij me. Dus ik was een beetje geïrriteerd. Maar het is allemaal gelukt. Ik heb lekker ontbeten en we zijn klaar voor om te gaan. Hier zijn we hoor. Het is kapot groot. En het zit naast de gevangenis hier, dus dat is gezellig. Hoe ga je dat zo vervoeren? Ja, die moet gebracht worden. Wat gebeurt er? Hoort bij het liedje. Ik ben voor bussen. Hij is voor mijn bussen. Hij is voor mijn bussen. Nou, het viel wel mee in de... Wat is het? Tuincentrum. Het was wel groot, maar het was niet echt per se veel. Ze hadden wel leuke dingen. Het gaat niet om de grootte, het is wat je ermee doet. Maar we zijn er weer uit, we hebben niks gekocht. Ik mocht ook niet van Milan. Nee. En we zien daar donkere wolken, maar we moeten nog een half uur rijden. Dus misschien rijden we er van weg of rijden we doorheen en dan...
Kan ook stuk, hè? Maar misschien hebben we mazzel en strakjes in Dinant. Zijn we toch wel bij winkeltjes of dingen waar we in kunnen. Dus dat zien we straks wel weer. En we gaan even goede tunes luisteren. Voor deze rit hebben we de One Direction CD. En die gaan we luisteren. Verdamme. Dus wij gaan weer rijden. Ik ben ziek. Hier, Edde. Milan is even, die bij eraf aan het halen. Omdat we goed zijn voor de natuur. En was hij blij met je? Wat? Was hij blij met je? Hij zei dankjewel. Hij zegt bijdankt. Dat we hier al, ja. Nou, we hadden zoiets raars met parkeren. We konden alleen maar hier echt doorrijden. En dan staan daar al die auto's echt vet ver uit elkaar, maar dan niet te ver uit elkaar genoeg dat er nog een auto tussen kan. En we konden alleen maar rechtdoor, dus er is hiernaast ook nog een parkeerplaats en daar konden we niet parkeren. Heb je het gedaan? Ja, maar goed, we zijn er en het ziet er super mooi uit. Kijk nou, gezellig. We weten het niet zo goed, maar er zijn hier overal saxofonen. En nu zijn we hier ergens binnengelopen. Een heel museum erover. Wat zou het zijn? Zouden ze hier ook vandaan komen? Net zoals in New Orleans? Wat denk je, mijn liefde? Reageer mij gewoon. Verder regent het nu. Het is niet zo super hard, maar het is wel een beetje jammer. Maar goed, dan kunnen we wel hier rondkijken. Het is weer even die vlogtijd hoor. We zitten in de auto weer. Het regent vet hard. Dus we zijn maar snel hierheen gelopen. Er was ook niet echt meer veel om per se te doen. We hadden een heel rondje door de stad gelopen en we hebben lekker koffietje gedaan en ik had warm chocomel, lekker. En nu, gaan we naar huis, naar de camping. Ja, ja. Misschien, we kunnen altijd nog even kijken wat we tegenkomen onderweg. Ja. We moeten nog even boodschappen doen. Ja. Misschien is er zo'n leuke boodschappenwinkel. Ja. 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 Oké, we zijn weer terug. En het is mega koud. Valt wel mee. Nu nog in het wel meevallen, maar die heeft het de hele tijd ook koud. Het was een leuk stukje rijden. Maar in ieder geval, we gaan nog even een uurtje chillen. En dan daarna gaan we nog even, ik wilde al zeggen, maar daarna gaan we eerst nog eventjes boodschappen doen. Bij de Carrefour waar we gisteren waren. De Carrefour. Hoe noem je het ook alweer? Carrefour. Carrefour. En dan gaan we met de McDonald's eten. Ja, lekker. Ik hou van McDonald's. We hebben al heel lang niet bij de Mac gegeten. En het is ook leuk in een ander land. Nou ja, ik weet niet of België zo'n verschil maakt. Maar, zonnetje. Maar, misschien zijn er andere opties. Maar ja, waarschijnlijk ga ik gewoon hetzelfde nemen zoals altijd natuurlijk. Maar we kunnen er wel even naar kijken. Dus ja, dat gaan we zo lekker doen. En nu gaan we lekker even TikToks kijken. Weet je? Lekker op vakantie. Oké, Brilan, Oor en ik hebben het kamers koud. Dus we hebben nu besloten van, we gaan nu boodschappen doen. Ook al is het wel redelijk tijd om al te gaan hoor. Nu boodschappen doen. En dan gaan we McDonald's eten. En dan gaan we tanken. En dan gaan we in de tent liggen met slaapzakken. Het is zo koud. Ik ga bijna de verwarming gewoon niet aan. Het is echt heel koud ineens. Het slaat helemaal nergens op. Maar ik zal het auto voelen als dit beeld. Oh. Maar in de auto is het wel lekker. Nou. Nou. Kijk ons naast even gezellig hier lekker van. Beetje bewegen. Hier zijn we weer bij de mega grote Carrefour. En daar is de McDonald's. Lekker. Kijk nou. Hoe ver dit nog doorgaat. Dit is wel een soort van de boodschappenwinkel Winkel of your dreams.
Maar ook weer niet, want dat is ook wel weer egotistisch. Maar het heeft wel alles. Je kan zelfs een tv kopen hier, weet je. Je zou het maar nodig hebben. Het is gewoon amazing, weet je. Het is een dagje uit hier. Je kan hier goed verstoppen spelen, denk ik. We zijn aan het zoeken naar Shippy voor morgen in de auto. Normaal zijn we van de Oefenbeek, maar die hebben ze hier nu niet. En als je nog niet had gezien, is er mega veel drank. Ja. Oh, dit is gewoon Oefenbeek. Oké, dan doen we dat toch maar gewoon. Doen we ook nog een andere voor de grap? Een pikkel? Ik wil dat echt proberen. Wordt van Nederland, hoor. Ja, oké. Dus niet? Nee. Milan is echt streng tegen mij. Ik merk het helemaal aan jou. Jij loopt met trek in de supermarkt. Milan is echt heel streng tegen mij. Maar we gaan deze meenemen. En inderdaad, ik heb ook trek en we lopen hier. Maar we gaan zo meteen naar de McDonald's. Oh ja, en kijk. Kijk dit nou. Je kan gewoon een fucking kreeft hier kopen. Dit is toch idioot. Gewoon sushi, alsof we in de Albert Heijn XL zijn. En een Brilan oor. Kijk, dit allemaal. Mm. We hebben dus een sharing box genomen. Met dus nuggets in en ook nog allemaal andere crispies zitten in. En ik heb ook een filet of vis, want dit heb ik nog nooit gegeten. Ik ben heel benieuwd en ik heb honger. Yummy! Goedemorgen, het is onze laatste ochtend. Ik heb een lekker eitje gemaakt. En een lekker broodje mortadella. En het is kapot koud. Het slaat helemaal nergens op. We zien wel een klein beetje zon vandaag. Misschien komt het ook omdat we geen voortuin meer hebben. Ja, het kan ook, maar het is ook echt wel gewoon koud. Het is echt super koud. Dus we gaan eten en dan gaan we de tent afbreken. En dan gaan we lekker naar huis. Oké, mensen, wij zijn weer thuis. Wij zijn ondertussen al 3 weken thuis of zo. Ik zit deze vlog nu te editen. En ik heb helemaal geen einde aan gemaakt. Ik wist het ergens ook wel hoor. Ik wist wel wat ik had in de auto niet meer gefilmd. En toen we thuis kwamen ging ik ook niet meer filmen. Ja, ik had er ook echt meer per se zin in. Echt naarmate het einde van de vakantie werd het echt koud. En waren we moe. Dus had ik geen zin meer in. Maar dat geeft niet. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Het zijn uiteindelijk toch 2 geworden. Want dit is volgens mij... Ik ga deze nog eraan zetten. En dan duurde de vlog misschien iets van 25 minuten. Wat wel lang is, maar ik maak altijd lange video's. Ik film echt veel te veel. Maar goed, maakt niet uit. Dus ja, ik hoop dat je het leuk vond. En ik zie jullie de volgende keer weer.